We maken pannenkoek. Met appel of met stroop, het is hier allemaal te koop. Het was vrijdag Nationale Pannenkoekendag. Voor 50PLUS Merselo en basisschool De Lier reden genoeg om de handen ineen te slaan. Voor de opa's en oma's van de leerlingen werden pannenkoeken gebakken. We gaan hier achter mij in de keuken van het MFA. Zijn vanmorgen om 8:30 begonnen, 6 dames met pannenkoeken bakken. Want we moeten zo'n kleine 200 moeten wij hier op de borden gaan leggen zometeen. En hoe is het idee ontstaan? We hadden vernomen dat er een landelijke pannenkoekendag bestaat. We hebben daarover contact opgenomen met de basisschool De Lier. Die waren meteen enthousiast. We zijn samen gaan zitten en we zijn er samen uitgekomen. Wat is tot nu toe de reactie van de mensen? Nou, de mensen, wij dachten in het begin, laten we eens even 30 tot 35 mensen uit Merselo. En mensen niet, sorry, opa's en oma's, want daar gaat het over. Het gaat over dus de kinderen, de connectie met de ouderen. En daar is 30, 35 mensen hier binnenhalen, dat is super. Maar dan zijn er 81 geworden. Dus vandaar dat we ook met veel meer baksters hier bezig zijn hierachter. Wie komen er vandaag eten? Mijn oma komt eten en ik ken nog een paar andere, alleen ik weet niet hun naam. Mijn oma en die is dan ook jarig. Ja, opa en oma. En jullie proeven nu al de voordelen van het nieuwe gebouw? Precies wat je zegt, we proeven het. Ja, de smaak zit ons in de mond. We hebben de samenwerking tussen de basisschool en de ouderen. Maar niet alleen de ouderen, gewoon met alle verenigingen die hier in dit prachtige gebouw samenkomen. Dagelijks of wekelijks, net hoe je wilt noemen. Dat voelen wij en dat proeven wij. En dat smaakt echt naar meer. Wat eet jij graag op je pannenkoeken? Honing en soms stroop met poedersuiker. Rozijntjes en appel. Poedersuiker en soms stroop. Nou, ik ben echt een gevulde pannenkoek. Vooral met ananas en spek en alles erop en eraan. Maar niks erbovenop. Ik moet het erin gebakken hebben. Maar ik heb met heel veel dingen. Het moet erin zitten. Hey, doe je mee, man. Wat doe je dan? Beslag in de pan. Beslag in de pan. En dan?